Vandaag staan we hier in de oude stadsfeesthal. En zoals geweten wordt dit een stadsbioscoop. Hoe ver staat het vandaag met de plannen? We zijn hier bijeen vandaag. We hebben de pers uitgenodigd om eens te kijken hoe het gebouw er vandaag nog bij staat. En volgens planning zal begin december de werfinrichting opgestart worden. En zal men echt serieus met de werken beginnen begin volgend jaar. Ja. Er is een plan dat al jaren natuurlijk op tafel lag om hier iets van te maken. Nu, daar gaat natuurlijk ook geld achter steken. Over hoeveel gaat het dan? Ja, als je de totale verbouwing bekijkt, is het ongeveer een 2,4 miljoen. Dan heb je natuurlijk nog de box die hier in het gebouw gezet wordt. Waar Lumière in het totaal met aankleding en echt in totaal, denk ik, een klein 1,2 miljoen investeert. En waar wij daarvoor nog eens een subsidie geven van een 500.000 euro. Ik werk nu met afgeronde bedragen. Dat is een heel bedrag natuurlijk, hè? Maar gaat het echt de moeite lonen in Mechelen? Ik denk, nu is het een leegstaand gebouw. Het is een historisch gebouw dat geen hedendaagse invulling heeft. Dat kost altijd veel geld. Je kan daar blijven over discussiëren. De discussies zijn al heel lang aan de gang. En het gebouw staat al heel lang leeg. Dit is alleszins geen ideale situatie. Vandaar dat wij de knoop doorgehakt hebben en gezegd, het mag de Mechelaar wat geld kosten. Wij kunnen dat financieel aan. En een historisch gebouw, een hedendaagse invulling geven en dan een invulling geven die leven brengt in deze buurt, is voor ons belangrijk. Ja. Nu, het is Lumière dat hier de films gaat draaien. Was dit de enige partner dat interesse had in het gebouw? Het was de enige partner die met een concreet voorstel gekomen is, want er zijn ook voorstellen gekomen, maar met een concreet voorstel om echt een exploitatie te doen van stadscinema. In de marge heb je altijd heel veel kandidaten, maar als het concreet moet worden, dan haken die in vele gevallen af. Of lanceren die luchtkastelen waarbij we wel eens een gesprek kunnen aangaan, maar een luchtkasteel konden we hier niet bouwen. We willen hier een cinema bouwen, een stadscinema, die echt kan beleefd worden, waar men naar een film kan kijken. Dat kan men niet in luchtkastelen. Ik heb hier iemand van de mensen van Lumière bij me. Jullie gaan hier een stadsbioscoop openen. Wat kan je daarover vertellen? Heel veel. Namelijk dat we hier in deze prachtige zaal drie cinemazalen gestapeld op elkaar tot een cinematoren zullen bouwen. Met een capaciteit van een 300-tal personen. Je spreekt over een cinematoren. Hoe moet ik me dat voorstellen? Komt waarschijnlijk hier in het midden van het gebouw? Of? Helemaal correct. Ja, inderdaad. Er zal hier nog een ruimte voorzien worden vooraan. En ook langs de zijkanten zal er nog plaats blijven. Maar eigenlijk wordt er een soort toren in het podium geschoven. Iets dat we nog niet kennen hier natuurlijk. Nee, inderdaad. Het is eigenlijk, we hebben de keuze gemaakt omdat we... Ja, het is zo'n prachtig gebouw. En we willen de unieke elementen die deze stadsfeestzaal heeft behouden. En tegelijkertijd iets nieuw toevoegen. Zodat er een cinema-ervaring kan ontstaan. Dus als ik het goed begrijp, zullen er ook gelijktijdig drie films kunnen draaien, of niet? Ja, absoluut. Er zullen inderdaad gelijktijdig steeds drie films te zien zijn. En we beginnen altijd 's middags en eindigen 's avonds. Ja, ja. Nu, het zijn geen gewoon de kaskrakers van Hollywood. Het is een heel andere genre, toch? Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Wij focussen veel meer op de auteurscinema. De culturele film, om het zo te zeggen. Van Vlaamse regisseurs, maar ook van Europese cinemamakers, of filmmakers beter gezegd. En ook wereldcinema. Zonder alleen te focussen op de Amerikaanse cinema, inderdaad. Is de bedoeling dat het de cinema iedere dag bereikbaar is? Absoluut. Elke dag van het jaar zullen wij open zijn. Mm-hmm. Ja, en telkens dus, smiddags beginnen we eraan en dan 's avonds eindigen we. En in de voormiddag zorgen we dat we open zijn voor scholen bijvoorbeeld of verenigingen. Ja. Is er vooraf een onderzoek gedaan of dat in Mechelen wel renderend is? We hebben een cinema in Brugge en een cinema in Antwerpen. En we voelen dat er een enorme interesse is, zeker in een culturele stad als Mechelen, voor die culturele film. En ik denk dat op deze manier de cinema een mooie aanvulling zou kunnen zijn bij het reeds bestaande aanbod. Ja. Wanneer kunnen we verwachten dat we hier binnen mogen? Wel, de exacte datum ga ik u nog niet kunnen geven, maar dat zal najaar 2021 zijn waarschijnlijk.